Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport vindt dat er nu een behoorlijke mate van samenwerking nodig is tussen de gemeenschap en de overheid in het Matawai-gebied, waar eerder deze week 15 gouddelvers zijn overleden na instorting van een berg. Op een persconferentie in het perscentrum zei de bewindsvrouw dat er nu geen plaats is voor onrust in het gebied en dat de overheid haar best doet om de orde te handhaven. En daarom heb ik elkaar het traditioneel gezag voor kona mindri se, voor kona mindri voor tak nanga de jongwang in voor namku amatawai gebied, nanga a gebied voor Brokopondo. Omdat a momentja unab jugu jugu van nodig. U abi juist a samenwerking van nodig, tak de bondru kona wang, voor jepi, voor kampoer, de smafunu die de in benoot toedape in a gebied, if sma de ete. Dus vandaar uw actie aan traditioneel gezag en asref deze, u doet telefonisch a eerst maandag 20 november. U bereikt een groot opperhoofd der Matiwaiers en gelijk asref die dat hij. U doet een voicebericht, go de deur uit vanuit het kabinet voor Agramang. Emmanuel zegt dat de problemen in het gebied nu een strategische aanpak behoeven. Defensieminister Krishna Kumari Mathura verzekert dat het leger via militaire posten de orde in het gebied zal blijven handhaven tot alle rust is teruggekeerd. De veiligheid is, heb ik al uitgelegd, is heel belangrijk en dat willen we ook handhaven. Het enige probleem dat we hebben is de issue van capaciteit. Hebben we voldoende capaciteit, omdat het niet een kleine mijn, het is een vrij omvangrijk gebied. En als u daar bent geweest, ziet u al hoe gevaarlijk het is. Men gebruikt niet de normale wegen, men zakt van verschillende kanten in de mijn. En om dat heel gebied af te grendelen, is een hele operatie en het is iets dat miljoenen gaat kosten. En ik kan u zeggen dat we die capaciteit op dit moment niet hebben. Wat we wel doen is dat we nu en daarvoor al hadden we al een team daar ter plekke. We hebben posten daar, zeker leger heeft 2 posten in dat gebied. Eigenlijk 3 posten hebben we in het Brokopondo gebied, 3 legerposten. Mathura zegt dat de samenleving het gevoel moet hebben dat de overheid er is om alles goed te laten verlopen.